Yes, welkom en super leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Mijn naam is Joshua Kaats en op dit kanaal ga ik je alles leren over online geld verdienen, online ondernemen en over dropshipping in Nederland. Als je nou nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, zorg dan even dat je op de rode abonneerknop klikt. En klik ook even op de notificatiebel, zodat jij een nieuwe melding ontvangt als er weer een nieuwe video online komt. Afgelopen week heb ik een foto geplaatst op Instagram en dat is deze foto. En onder die foto heb ik jullie gevraagd van jongens, stel me al jullie vragen en in mijn nieuwe video ga ik al jullie vragen beantwoorden. Dus het leek mij heel leuk om een soort van Q&A video te maken waarin jullie vragen kunnen stellen over mij, over dropship, over online ondernemen, noem het allemaal maar op. Dus in deze video ga ik voor jullie al jullie vragen die jullie gesteld hebben op Instagram ga ik beantwoorden. Ik heb heel veel leuke vragen gehad, ook iets minder goede vragen. Maar de leuke vragen ga ik er gewoon uitpikken en die ga ik in deze video voor jullie beantwoorden. Laten we lekker beginnen, laten we duiken in mijn computer, laten we even naar mijn Instagram gaan en laten we even door de vragen gaan scrollen en kijken of er goede vragen tussen zitten. Als je me nou nog niet volgt op Instagram trouwens, doe dat eventjes, @joshuakaats, link staat nu hier in beeld en daar deel ik heel veel vette dingen. Laten we beginnen met de eerste vraag en de eerste vraag is van Levi van Duren. Levi van Duren vraagt hoe zit het met belasting? Als ondernemer betaal je belasting sowieso linksom of rechtsom. Of je nou een vaste baan hebt of je nou een eigen bedrijf hebt. En het maakt ook niet uit wat voor bedrijf. Je betaalt altijd belasting in Nederland. Nou, ik heb een aparte video gemaakt waarin ik precies vertel hoe dat zit met dropshippen. Ook omdat we natuurlijk spullen importeren vanuit China is het iets ingewikkelder. Maar daarover vertel ik alles in een video. Dus check even die video. Hij heet KVK en belasting voor dropshippen. Staat op mijn kanaal, dus check hem even. Daarin leg ik alles uit. Even kijken, Gerard van Wanrooy vraagt, je hebt wel omzet van bijvoorbeeld 30k, maar wat hou je nou precies over van die 30k en hoe krijg je het op je eigen rekening? Goeie vraag van Gerard, vrijwel alle cijfers die je voorbij ziet komen van mij, van mijn studenten, gaat om omzet en van die omzet hou je ongeveer 20-30% hou je over. Al het geld dat een klant aan jou betaalt op je webshop, krijg je binnen. Ik gebruik dat voor Molly. En Molly stort dat iedere dag op mijn eigen bankrekening. Dus als iemand mij vandaag 100 euro overmaakt, dan komt het op mijn Molly-account. En morgen laat ik die 100 euro op mijn eigen bankrekening uitcashen. Alright, volgende vraag is van Stefano Javier. Als ik het goed uitspreek, als ik het niet goed uitspreek, Stefano, I'm sorry. Even kijken, Stefano vraagt, ik heb de app Tracking Genie. Stuurt de app ook automatisch een e-mail naar de klant als de bestelling is verzonden met trackingnummer? Of hoe stel ik dit in? Als het goed is, kan dat met Tracking Genie niet. Wat ik heb gedaan in mijn eigen business, ik heb in mijn follow-up e-mails en in de bevestigings-e-mail link ik een aantal keer naar Tracking Genie, zodat klanten daar zelf hun bestelling kunnen gaan volgen. En wat je zou kunnen doen, is je zou de app Aftership kunnen gebruiken. En met Aftership kun je wel automatische e-mails instellen als bijvoorbeeld een bestelling is verwerkt of als een bestelling is verzonden. Alright, Kees Veldman 1 vraagt, heb jij een verzekering voor je dropship store? Ik heb wel een verzekering, volgens mij heb ik een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering van Achmea volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik heb in ieder geval een verzekering en als je dat overweegt, neem even contact op met wat verzekeringsmaatschappijen. Kijk even wat voor jou relevant is en baseer het daarop. Ik ben geen verzekeringsexpert, maar ik heb er wel eentje afgesloten voor de zekerheid. Even kijken, Hidde-VDV vraagt, waar maak je de store? Ik maak de store zelf via Shopify. Er zijn verschillende platformen die je kunt gaan gebruiken. Maar Shopify vind ik de makkelijkste. Het is super goedkoop. Het is heel simpel. Je hebt geen technische kennis of ervaring nodig. En je hoeft niet te kunnen coderen. En je hebt ook geen duizenden euro's nodig om te investeren in een dure webbouwer. Als je geen ervaring hebt met het bouwen van websites, met webshops, zou ik je zeker Shopify aanraden. Even kijken, First Clothes vraagt, wat is de snelste manier om groot te worden en veel geld te verdienen? Abonneer op dit kanaal, volg mijn video's, meld je aan voor de Dropship Academy en dan kan er niks meer fout gaan. Even kijken, Robin van Hack 10 vraagt, verkoop jij je producten door van AliExpress? Ja, op dit moment dropship ik nog steeds alles van AliExpress. Dus daar vind ik mijn leveranciers. Daarin kom ik in contact met leveranciers. En vanaf daar importeer ik ook mijn producten op mijn eigen webshop. Even kijken, Kenzie-3 vraagt. Als iemand een order plaatst, gaat die order dan gelijk naar de leverancier? Of moet je dat als dropshipper zelf doorgeven aan de leverancier? Dat gaat semi-automatisch. Er zijn verschillende apps voor die dat kunnen doen. Je hebt bijvoorbeeld Oberlo, DS's en Dropify. En met die apps kun je eigenlijk in één klik kun je die bestellingen naar de leverancier doorsturen en de leverancier zorgt er dan voor dat de producten veilig bij jouw klant terechtkomen.
Even kijken, CRV-40 vraagt: wat gebeurt er als je een boze klant hebt die erachter komt dat je van AliExpress doorverkoopt? Ja, je communiceert altijd heel duidelijk dat je de producten vanuit je leverancier naar je klant toestuurt. En de leveranciers kunnen ook in China zitten. En AliExpress is geen webshop, maar AliExpress is een platform waarop je heel snel in contact kunt komen met je Chinese leveranciers. Dus ze kunnen er eigenlijk niet achter komen dat het direct van AliExpress is. Even kijken, Kevin DM vraagt: betaal je belasting voor je gehele omzet of je omzet plus per product nog eens 21% BTW? Belasting en BTW zijn twee verschillende dingen, dus ook voor jou Kevin. Check even de video, die staat op mijn kanaal en daarin wordt alles duidelijk over belasting, BTW en noem het allemaal maar op. Freak met een C aan het eind vraagt: welke bedrijfsnaam zien klanten op het rekeningafschrift wanneer ze hebben betaald? Hoe kun je dat zo betrouwbaar mogelijk over laten komen? Je wil bijvoorbeeld niet dat de Dropship Academy BV als begunstigde staat, denk ik. Klopt helemaal. Zoals ik net al zei, gebruiken we Molly om betalingen te ontvangen. En in Molly kun je verschillende bedrijfsprofielen maken. En daarop kun je ook selecteren welke naam mensen zien. Als ze bij jou afrekenen, dus als jij hondenwebshop.nl hebt, maak dan een bedrijfsprofiel aan op Molly met de naam hondenwebshop.nl. En dat is ook hetgene wat mensen zien als ze bij jou een bestelling afrekenen. Olaf Reus zegt: hoe weet je of de shipping goed is ingesteld? Dat je producten via de 12 tot 15 dagen shipping worden verzonden in plaats van de AliExpress Standard Shipping. AliExpress Standard Shipping is de 12 tot 15 dagen shipping, dus die zou ik zeker aanraden als je dropshipt in Nederland en België. In Obelo of in DS's of in welk koppelingsprogramma je ook gebruikt, kun je dat gaan instellen. Dus check even de instellingen of die goed staan. En als die goed staan, dan hoef je daar geen zorgen meer over te maken. Tom.b: is dropshipping legaal? Natuurlijk, anders ga je geen illegale dingen promoten. Dus dropshippen is 100% legaal. Even kijken, Luc Fase vraagt: hoe ben je eigenlijk bij dropshipping gekomen? Lang verhaal kort, ik zal een keer een hele video maken over hoe ik ben begonnen. Waarom ik ben begonnen en hoe ik dat in een korte tijd tot een succes heb gemaakt. Maar heel kort kwam het erop neer dat ik op reis was in Thailand. Ik ben nu trouwens ook in Thailand. En toen kwam ik erachter dat ik niet meer voor een baas wilde werken. En een manier wilde hebben om online geld te verdienen en de wereld rond te reizen. En op reis ben ik iemand tegengekomen die aan dropshipping deed. Heel veel research gedaan. In Nederland waren er nog geen YouTube kanalen, blogs en dat soort dingen over dropshipping. Dus ik besloot om gewoon te starten in een compleet lege markt eigenlijk. En dat is toen goed gegaan. Even kijken. Cornet 10. Als je meer dan 50 orders per maand krijgt, wat is dan het alternatief voor Obelo? DS's is echt de perfecte app, want je kunt in één klik alle orders bestellen. En DS's is ook nog eens 100% gratis, dus ik raad je zeker aan om DS's te gaan gebruiken. Even kijken. Quint-PDV. Hoeveel kost het gemiddeld om een dropshipping website op te zetten? In principe hoeft het niet zo heel veel te kosten. Het enige wat je nodig hebt is een Shopify membership en een domeinnaam. Dat kost bij elkaar $29 voor Shopify en $14 voor een domeinnaam. Onder de €50 kun je een dropshipping site klaar hebben. Even kijken. Danita vraagt: is dat je handtekening op de kentekenplaat? Nee. Bart-E: wat raad je aan een general store of een niche store? Ook op dit kanaal heb ik een aparte video gemaakt over of ik een general store aanraad of een niche store. En wat de voordelen zijn van het ene en het andere. Dus check ook even die video. Hij heet General versus Niche Store voor dropshipping als het goed is. Als je mijn kanaal kijkt tussen de video's kom je hem vanzelf tegen. Steven Brekelmans vraagt: wanneer je een nieuwe store opent, gebruik je dan ook elke keer een nieuwe creditcard om verwarring te voorkomen in je administratie? Nee, als ik een nieuwe store open gebruik ik altijd dezelfde creditcard. Is juist heel overzichtelijk, omdat je dan al de rekeningen van Shopify onder elkaar ziet in je creditcard overzicht. Sam.Eidema vraagt: welke bank raad je aan voor een zakelijk rekeningnummer? Ik gebruik Knap, heel veel studenten van mij gebruiken ook Knap. Knap is super makkelijk, allemaal online, je hoeft niet naar een fysieke bank toe. Je kunt met ze chatten via WhatsApp voor klantenservice, het is goedkoop. Dus ik raad je zeker aan om Knap te gaan gebruiken. Jasper Loermans: in welke niche is jouw webshop succesvol geworden? Dat ga ik natuurlijk niet vertellen, anders gaat iedereen in de niche. We zien het al na de 1000 euro dropshipping challenge dat er super veel kopieën zijn van kleintjeshop.nl. Dus de niche, producten en webshop kan ik helaas niet publiekelijk vertellen. Marius VBB: wat was je eerste webshop? Mijn eerste webshop ga ik niet benoemen, omdat die webshop is verkocht en die webshop is door iemand anders overgenomen. Die is nog actief. Het zou voor mij een beetje lullig zijn om die webshop hier te gaan benoemen, maar het was in de fitness niche. Even kijken, Niels Kerkhoff 01: welke inkomstenbronnen heb jij? Ik heb natuurlijk dropshippen, affiliate marketing, ik heb inkomsten uit de cursus en ik ben nu bezig met een kledingmerk. Haal ik nog geen inkomsten uit, maar dat gaat heel binnenkort gebeuren. Jeroen-Venroy: welke creditcardmaatschappij gebruik je / manier van betalen voor Facebook en Ali? Ik heb een creditcard van American Express. En daar betaal ik Facebook ads mee
En mijn AliExpress orders die betaal ik gewoon met Ideal. Even kijken, 12 goede fulfillment centers in Nederland. Ik heb geen idee, er zijn er heel veel die je kunt gebruiken. Dus als je product gaat inkopen, je gaat ze branden en je wil ze niet zelf vanaf huis versturen, Google even, kijk even naar de voorwaarden en kies het fulfillment center dat bij jou het beste past. 030 Toby, wanneer ga je weer verder met je dropshipping podcast? Hele goede vraag, Toby. Weet ik nog niet. Ik wil wel weer gaan podcasten. Heel veel mensen vragen ernaar. Maar ik moet nog eventjes, tijd en ruimte vinden om dat te gaan doen. Even kijken. SHQIP TARIPR. Wanneer komt je website /academy online? En Karel Brand vraagt het zelf. Ja, ik krijg heel veel vragen over wanneer de Dropship Academy weer online komt. Ik ben nog bezig met de 2.0 content. Hij is bijna af. Maar deze week ga ik de Dropship Academy weer online zetten. Dus als je aan wil melden, klik even op de link in de beschrijving. Als je deze video kijkt, is die misschien alweer online. Misschien nog niet. Als die nog niet online is, kun je jezelf zetten op de wachtlijst. En dan ontvang je een bericht van mij als er weer plekken zijn in de Dropship Academy. Daan.vk, nummerbord N370-BS. Jammer Daan, helaas niet. Als dat mijn nummerbord wel was, vind ik het jammer dat je hem alsnog probeert te benoemen als je ziet dat ik hem bewust heb weggestuurd. 11.ra vraagt, hoe maak je een keuze tussen Insta-ads of Facebook-ads gebruiken? Instagram is tegenwoordig een onderdeel van Facebook. En als je adverteert op Facebook kun je ook Instagram als plaatsing gebruiken. Dus in principe, als je adverteert op Facebook zou ik je ook altijd adviseren om ook je product te testen of om ook op te gaan schalen op Instagram. Even kijken, last nuchteren, hoe lang duurde het voordat je echt succesvol was? Ligt er natuurlijk aan wat je succesvol vindt. Ik vind mezelf nog niet succesvol. Tenminste, ik ben nog niet op de plek waar ik uiteindelijk wil gaan komen. Maar het duurde bij mij een maand voordat ik kon stoppen met mijn studie, mijn bijbaan. En tenminste niet mijn bijbaan, mijn andere bedrijf. Om fulltime te gaan dropshippen. Dus in dat opzicht had ik mijn doel behaald. Dus een maand ongeveer. Even kijken, orkun.tkc, door wie begon je met dropshippen? Zoals ik net al zei, heb ik iemand ontmoet op reis die dat deed. Dat was Falco, dus Falco, als je dit kijkt, nog altijd credits naar jou toe. En ik zal een keer een video maken waarin ik mijn hele journey met jullie ga bespreken. Hessel-04, misschien een domme vraag. Hessel, domme vragen bestaan niet. Maar ik heb het niet echt in je video's kunnen zien. Welk bedrag raad je aan om te beginnen met Facebook ads als je begint dus het testen van producten? Ik zou zeggen, kijk, Facebook advertenties is een skill en dat is een vaardigheid die je continu moet gaan ontwikkelen. En net als in iedere skill ga je gewoon een keertje op je bek en ga je gewoon een keer fouten maken. Dus het is ook heel belangrijk om niet emotionally attached te zijn tot het bedrag dat je investeert in het adverteren op Facebook. Dus begin altijd met een bedrag dat jij kan missen. Pak dat bedrag van je spaarrekening, gebruik het als bedrag om met Facebook advertenties te testen en vind het ook niet erg als je dat kwijtraakt. Dus stel, 100 euro kan je normaal missen, koop je normaal een nieuw paar schoenen voor. Pak dat bedrag, denk van oké, deze 100 euro ben ik in principe kwijt. En gebruik dat bedrag lekker om rustig aan te beginnen met testen met Facebook advertenties. Als je een goede strategie hebt, door bijvoorbeeld de Dropship Academy, dan weet ik zeker dat als je met 100 euro begint met het adverteren op Facebook, dat je daar al winst uit kunt gaan halen. Haron met 3N-laagstreepje vraagt, doe je klantenservice op je eigen nummer en welke apps raad je aan om dropshippen makkelijker te maken? Voor de apps heb ik ook een aparte video gemaakt, dus check die sowieso even op mijn kanaal. Klantenservice gaat alleen via de e-mail en via Facebook. Dus ik heb geen telefoonnummer, want anders word je continu plat gebeld en gespamd. Dus ik raad je zeker aan om dat gewoon lekker via de e-mail of via Facebook te doen. Ja, niet met je eigen telefoonnummer, want dat gaat je heel veel hoofdpijn bezorgen. Even kijken, jamme-bl, hoe laat je Instagram groeien of hoe ben je daarin begonnen? Goeie vraag, ik heb eigenlijk geen specifieke Instagram-strategie. Dus ik denk als je veel mogelijk waarde geeft aan je doelgroep en relevant bent voor je doelgroep, dat vanzelf mensen dat leuk gaan vinden. Hoe lang denk je nog inkomsten te kunnen genereren uit dropshipping? Nog heel erg lang. We zien dat e-commerce steeds groter en groter wordt, vooral in Nederland. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf zoals Coolblue. Coolblue had dan in 2018 een geschatte omzet van 1,5 miljard in alleen Nederland en België. En we zien gewoon dat mensen steeds vaker online kopen, steeds sneller online kopen en zijn ook steeds meer geld uitgeven online. We zien dat heel veel fysieke winkels het niet meer redden met de komst van webwinkels. En dropshipping is slechts een klein onderdeel van e-commerce. En aangezien dat groeit, zal dropshippen ook alleen maar blijven groeien. Dus de komende jaren zal het alleen maar meer en meer en meer worden. En het is alleen maar een groter voordeel als je een klein stukje van die taart van e-commerce weet te pakken. Casper VDR, verkoop je alleen aan Nederland en België of ook internationaal? Ik heb gisteren je belastingvideo gekeken. Tof dat je het hebt gekeken.
En vroeg me af of dit ook een rol speelt daarin. Speelt zeker een rol, dus als je internationaal wil gaan verkopen, zorg dat je in ieder geval een boekhouder raadpleegt, zodat je zeker weet dat je ook aan die belastingwetten en regels voldoet. Ik verkoop op dit moment alleen in Nederland en België, maar dat gaat binnenkort veranderen met mijn nieuwe website. Klaas Embla, streepje, hoe kom je aan je info@mail? Ik doe dat via G Suite, dat is $4 per maand. Dan heb je ook gelijk Google Drive, alles erop en eraan. Dus via G Suite kun je dat heel makkelijk regelen. Myron van der Horst, hoor je vaak van mensen dat ze beginnen met dropshippen, geen sales genereren en er volgens mij stoppen? Ja, dat zijn de meeste mensen. De meeste mensen die gaan voor heel snel succes, willen het liever gisteren dan vandaag. En zijn niet bereid om de tijd en moeite erin te stoppen die nodig is. En dat zijn mensen die runnen keer een advertentie, die zijn na 5 euro dat ze hebben uitgegeven nog geen miljonair en stoppen er dan mee. Dus ja, die mensen heb je. Scarra zegt, wat zijn de algemene problemen met Facebook waar je het een keer over gehad? Mijn advertentie wordt telkens uitgeschakeld omdat ik sommige voorwaarden zou schenden. Begrijp het niet echt, want ze waren wel 2 dagen actief en na mijn eerste sale uiteindelijk wordt die advertentieaccount uitgeschakeld. Ja, Facebook is daar heel onduidelijk in. Sowieso, check even de Facebook advertentierichtlijnen. Als je dat even googelt, kom je er vanzelf. Daarin staan precies de regels waaraan je advertentie moet voldoen. Zijn gewoon een aantal belangrijke regels waar je rekening mee moet houden. En ik zal ook even een aparte video maken over wat die regels zijn en wat je er tegen kunt doen als je advertentieaccount wordt uitgeschakeld. Belangrijkste is om sowieso aan die regels te voldoen natuurlijk. En vaak als een advertentie wordt afgekeurd, zie je ook wel de reden staan waarom het is afgekeurd. Als je er extra duidelijkheid over wil hebben, ga even naar facebook.com/business/resources. En daarin kun je chatten met Facebook en dan kun je wat meer informatie krijgen. Of je kunt er natuurlijk aanvechten, maar het is niet altijd effectief. Is weather God? Auto is een slechte investering. Ja, maar wel een hele leuke. Dus ik heb het liever mijn geld in een auto dan dat ik het op de bank heb staan. Dus ja, het is geen goede investering, maar wel leuk. Jurgen, -v. Als je weer vanaf nul zou moeten beginnen, hoe zou je het dan oppakken? Dus je hebt een salaris van 10 euro per uur en je hebt alleen de kennis die je nu al hebt, ben benieuwd. Nou, dus met de kennis die ik nu al heb, zou ik met een salaris van 10 euro per uur gewoon een paar weken gaan werken. Dat budget gebruiken om een nieuwe dropship store op te zetten. En dan kun je heel snel alweer financieel onafhankelijk gaan worden. Ik denk, als je investeert in kennis, kennis is iets wat altijd bij je blijft. Kennis is iets wat je altijd weer kan reproduceren. Dus ik denk dat dat de belangrijkste asset is die je ook kan hebben. Om een klein voorbeeld te geven, vorige week heb ik mijn eigen dropship store verkocht. Omdat het uitging tussen mijn business partner en ook normale partner. Dus die shop hadden we samen en die hebben we nu niet meer. En ik heb weer een nieuwe shop opgezet. En ik zal ook even een screenshotje in beeld gooien van de resultaten. En zoals je kunt zien, is die shop misschien 10 dagen oud en van 0 tot in 10 dagen heb ik hem van 0 euro naar meer dan 2300 euro per dag gekregen. En dat betekent dat ik er nu al meer dan een gemiddeld maandsalaris uithaal qua winst. Dus niet alleen qua omzet, maar ook qua winst. En het komt allemaal doordat ik de juiste kennis heb, weet wat ik aan het doen ben, de juiste strategie heb die je kan volgen. En die kan je niet op één store toepassen, maar die kan je op alle webshops toepassen in principe. Als je eenmaal die kennis hebt, kun je van heel weinig, kun je in een hele korte tijd heel veel gaan maken. Karel Brandt, wat zijn alle maandelijkse kosten opgeteld om een webshop te beginnen? Shopify plus alle betaalde applicaties binnen Shopify. Ja, hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat voor applicaties je hebt, welke je wil. Maar je kunt letterlijk starten vanaf $29 per maand. Yourt Magic, waar ben je het meest trots op van wat je tot nu toe hebt bereikt? Meest trots ben ik op dat ik dit niet alleen mag doen, maar ook andere mensen hierbij mag helpen. Dus het is heel leuk om zelf de wereld rond te reizen, zelf geld te verdienen, auto's te kopen, noem het allemaal maar op. Maar het is veel leuker en het geeft veel meer voldoening om andere mensen hierbij te helpen. En ook om te zien dat met jouw kennis en waarde die je andere mensen geeft, dat ook zij geweldige resultaten behalen. Dus dat vind ik het leukste. Tenminste, daar ben ik het meest trots op van wat ik in totaal heb bereikt. NL.Luxury, hoe lang duurde het voordat je de eerste 1000 euro winst had gemaakt? Ik had het al gemaakt in mijn eerste maand. Misschien heb ik een klein beetje geluk gehad met de producten die ik verkocht, met de niche, noem het allemaal maar op. Maar bij mij ging het allemaal heel hard. De eerste maand heb ik meer dan 8400 euro omgezet. En daarvan was minimaal 1000 euro was winst. Kun je nu nog instappen? Is het nog niet te laat? Net zoals bij de crypto vraag Bart Zandboer. Bart heb ik net een uitleg over gegeven. Dus het is zeker niet te laat op. Noah Koevermans, -. Hoe benader je een boekhouder? Door een mailtje te sturen. Pak de telefoon op. Zeg, yo, ik ben Noah. Ik heb een business en ik moet de boekhouding en administratie daar laten regelen. Jij bent een boekhouder, wat gaat het mij kosten en wat kan je voor mij betekenen? Even kijken, Thijs van de Vlies, waarmee ben je begonnen? Dus producten. Kan ik helaas niet vertellen omdat de webshop die ik in het begin had nu verkocht is en nu wordt gerund door iemand anders. Maar het was in de fitness. Bart, -E, heb je in je hele e-commerce carrière wel eens overwogen om te stoppen? Nope. Dylan Kalsbeek, als je een andere onderneming zou starten, wat zou je dan kiezen?
Is een hele goede vraag. Ik zou het echt niet weten. En ja, iets wat dan op mijn pad zou komen. Iets waar ik dan gepassioneerd over zou zijn. Dus ja, dat is lastig. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een kledingmerk. Dat is super leuk. Academy is er natuurlijk bijgekomen. Dus dat is allemaal leuke dingen. Als ik al helemaal opnieuw zou moeten beginnen. Dan zou ik eerlijk gezegd niet weten wat ik zou doen. Maar ik weet wel dat ik nog zal ondernemen. LBNSTR. Verkoop je nog dezelfde producten als in het begin? Of ga je gaandeweg steeds hoger zitten? Bijvoorbeeld qua producten of inkoopprijs. Ik verkoop niet dezelfde producten. Ik ben een paar keer switch van niche. Je hoeft niet per se hoger te zitten qua inkoopprijs of iets dergelijks. Maar gaandeweg ga je wel steeds meer producten testen, binnen of buiten je niche, om steeds nieuwe winnende producten te vinden. Dus je gaat altijd wel ontwikkelen in bepaalde producten. Want als je een winnaar hebt, kan je het een paar maanden uitmelken, maar dat stopt ook een keertje. Dus je zal altijd nieuwe producten moeten testen en altijd nieuwe producten moeten gaan toevoegen. Boris Laagse op je eik. Hoe ben je gekomen op je reis naar Thailand en hoe ben je al die andere ondernemers daar gevonden? Een soort van community daar. Ja, dat is een goeie. Ga ik ook wel een aparte video over maken. In Thailand bijvoorbeeld heb je Chiang Mai en in Chiang Mai heb je de Niman Area en dat staat bekend als het of de digital nomad wijk ter wereld. Dus daar zitten heel veel digital nomads, je hebt heel veel coworking spaces, evenementen die daar georganiseerd worden. Dus op zulke plekken, je hebt ook bijvoorbeeld op Bali heb je Canggu, op zulke plekken kun je heel makkelijk in contact komen met andere digital nomads, met andere online ondernemers. Dus als je de kans krijgt, ga zeker naar die plekken toe, want je komt gewoon in één klap. In een omgeving vol met like-minded people. Even kijken. Mark van der Struik, heb je nog tips om een niche te kiezen? Check mijn video, hoe vind je een niche? Dus check die video even daar en leg precies uit hoe je een winstgevende niche kunt vinden. Django Hermano, wat wil je bereiken het komende jaar? Ja, ik heb een paar financiële doelen die ik wil gaan bereiken. Zowel qua Academy, qua eigen dropship stores en het kledingmerk waar ik mee bezig ben. Ik ben eigenlijk een beetje gestopt met het stellen van steeds nieuwe doelen. Omdat ik merkte dat als ik iets bereikte, dat ik er niet echt voldoening uit haalde, maar gelijk weer bezig was met het volgende. Leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de auto die ik heb gekocht. En heel veel mensen denken vaak van wat is dan de volgende? En ook dat is iets waar ik snel intrapte. Dus ik dacht, was na een weekje gelijk alweer bezig met de volgende en de snellere en de mooiere. En daardoor genoot ik eigenlijk niet van de dingen die ik nu heb of dingen die ik heb behaald. Dus ik probeer nu eigenlijk gewoon lekker te genieten van de vrijheid die ik heb. Genieten van de dingen die ik in het afgelopen anderhalf jaar bereikt heb. En ik heb natuurlijk wel wat doelen, maar niet hele grote of spannende doelen. Maar ik wil nu vooral genieten van de dingen die er nu zijn. En volgens mij waren dat de vragen voor deze video. Als je nog nieuwe vragen hebt of andere vragen hebt die ik nog niet heb behandeld, laat ze natuurlijk even achter in de comments. Zal ik een aparte video maken waarin ik jullie vragen ga beantwoorden of andere onderwerpen ga aansnijden over dropshippen, over online geld verdienen of over online ondernemen. Ik hoop dat ik de meeste vragen van jullie goed heb kunnen beantwoorden. Als het nou niet zo is, laat het ook even weten in de comments. En als je het nou een leuke video vond, laat even een blauw duimpje achter. Abonneer natuurlijk op dit kanaal als je benieuwd bent naar de nieuwe video's. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken naar deze. En dan zie ik je graag weer terug in een volgende. Peace!